Leren is het vertrouwen hebben dat je kwetsbaar mag zijn. En als je die kwetsbaarheid kan vinden in jezelf, dan pas kun je eigenlijk gaan groeien. Ik denk dat om een goede social worker te zijn, moet je kwetsbaar zijn. Je moet oprecht zijn. Ik ben pleegmoeder en toen we de jongste kregen, 2 jaar geleden, toen had ik echt superhoge verwachtingen. Toen werkte ik nog op de universiteit en ik dacht, ik ga 1,5 jaar met verlof, adoptieverlof. En dan ga ik voor hem zorgen en hij had een hele grote ontwikkelingsachterstand. Dus ik dacht, ik ga dan met hem eraan werken, dan ben ik thuis. Dan ga ik elke dag gaan we oefenen en ik had allemaal materialen al besteld en zo, hartstikke educatief. En dan ga ik hem even al die dingen leren dat hij gaat kruipen, want hij kon eigenlijk nog niet eens zitten. Dus motorisch gaan we dan aan het werk, maar ook cognitief en ik ga boekjes lezen. En ik had het gewoon al helemaal uitgestippeld. En hij is de eerste 2, 3 maanden is die in paniek geweest en kreeg niks voor elkaar. Wat heel logisch was, want hij had bij andere mensen gewoond, een ander pleeggezin. En hij kwam bij ons en ja, hij miste ze natuurlijk. En dat begreep ik, maar het frustreerde me onwijs. Want ik dacht, ik wil jou iets leren. Ik heb nu 6 maanden om met jou aan de slag te gaan. Fulltime. Dit gaan we doen, ik kan dit en ik ga dit voor elkaar krijgen. En het lukte gewoon niet. Dan haalde ik materiaal uit de kast en hij gooide het weg. En hij huilde eigenlijk bijna alleen maar de hele dag. Dus dat vond ik ook heel pittig. Het voelde ook een beetje als falen. Ik dacht van, ik had zo'n plan. Ik had eigenlijk een bijna soort hulpverleningsplan opgesteld van dit gaan we doen. En ik heb geen van de doelen bereikt. Dus waar ik na een paar maanden achter kwam is toen ik het accepteerde. Van hij moet gewoon eerst zich veilig voelen bij mij om zijn kwetsbaarheid te laten zien. Want ik accepteerde zijn kwetsbaarheid niet. Zijn kwetsbaarheid was eigenlijk, ik ben in paniek. Ik ben bang. Ik mis de mensen die ik ken. En ik kon dat gewoon niet in hem accepteren. En pas toen ik op het punt kwam dat ik dacht, oké, misschien moet je eerst gewoon veilig bij mij voelen. Mij vertrouwen met jouw kwetsbaarheid, dan kan je leren. En dat is uiteindelijk ook wel gebeurd, gelukkig. Zij is nu bijna bij met de ontwikkeling. En hij heeft heel veel zelfvertrouwen ook gekregen, waar hij eerst heel bang en geschrikachtig was. Heeft hij nu zelfvertrouwen. Dus dat is super mooi om te zien. En toen heb ik in dezelfde tijd ook de switch gemaakt van universiteit naar in Holland. En dat heb ik ook meegenomen als zeg maar het belangrijkste ding bij mijn lessen. Je kan dus eigenlijk begroeien als je de personen om je heen kan vertrouwen met jouw kwetsbaarheid.